Dus mijn conclusie is toch steeds... A, er is van een invasie geen sprake. Het is de bevestiging van een toestand die al lang bestaat... en die ook niet fundamenteel gaat veranderen. En het begint pas echt als de Russen zouden besluiten... om een massale militaire aanval te doen op de restanten van die twee provincies. Vergeet niet dat die grens, niet waar, waar je altijd die loopgraven ziet... die zullen er maar in zitten, hè, die modderige troep... En dat zou een zeer omvangrijke militaire operatie betekenen. En daarom denk ik, eerlijk gezegd... dat we nu een soort van tijdelijk eindpunt hebben bereikt... en dat er van een grote, omvangrijke militaire operatie... waarbij tienduizenden militairen betrokken zouden zijn... in ieder geval voorlopig geen sprake zal zijn. Vooral ook omdat de Russen voortdurend eigenlijk de achterdeur open laten staan... van er is nog steeds overleg mogelijk enzovoort.